We hebben met z'n allen gefaald als wij kijken naar het onderwijs in het binnenland in de afgelopen 50 jaren. Woorden van Deo Charman, ondervoorzitter van DNA, gisteren tijdens het onderwijscongres in de ballroom van Torarica. Charman vindt dat het genieten van onderwijs een zegen is voor elk kind waar hij of zij zich ook mag bevinden. Dames en heren, ik sta hier met gemengde gevoelens. Heel eerlijk. Wat gevoelens van genoegen dat we vandaag bijeen zijn om te praten over een cruciaal probleem, onderwijs binnenland. Maar ook met pijn in mijn hart, zeker als we kijken en luisteren naar de video's en een idee vormen van wat onderwijs binnenland is. Dan moeten wij ons allen, in welke hoedanigheid dan ook, het verwijt maken dat wij het hebben laten liggen. Of het nou regering is, parlement is, gezagdragers is, lokale bevolking is, NGO is. Met z'n allen hebben we de afgelopen 50 jaar in enige mate gefaald. Onderwijs is meer dan alleen een wettelijke verplichting, zegt Charman. Het moet onze kinderen ook klaarstomen om een volwaardige rol te vervullen in de samenleving. Tevens bereiden deze jonge Surinamers ook voor op het worden van waardige burgers. Middels een geografische schets gaf professor Franklin Yabini de ligging en de problemen van de scholen in het binnenland aan. Te weten dat het onderwijs binnenland dat je ziet alle standen na onder zeven are distrepi plus wat of de trad district dat na onderwijs binnenland. Dus je ziet bijna meer dan 80% voor akondre ifado onder zouwe kari onderwijs binnenland. Het probleem voor onderwijs binnenland aan of tide. O abi huur achterstand onosuku ala otaki tide onobota kabra probleem ma i abi fchangwa tusan kwa fesi. Vanaf 2013 paima dete fus lokaal di de yuru san di de yuru in a binnenland giskoro. De no pai de ete. Waf desma miere take anodea libi moro. De hore monitiano mino sabi efna dati kiraswa mino sabi. Volgens Yabini moeten de problemen van het onderwijs in het binnenland structureel worden aangepakt. Men moet niet voor alles bij het ministerie van Onderwijs aankloppen. Het principale probleem is dat we niet boem. Maar je ziet ook bepaalde sani aan het onderwijs binnenland of aan het ministerie van Onderwijs probleem. Als je niet scoren naar binnenland, dan bel het ministerie van Onderwijs. Als je niet naar foto gaat, dan bel aan het ministerie van Onderwijs. De bel EBS. Wat er nou de bel ministerie van Onderwijs. Wat er dringen, wat er nou de ministerie van Onderwijs. En wat er lagi, ministerie van Onderwijs. Scoro buku nou de ministerie van Onderwijs. Alles aan in het ministerie van Onderwijs. Waarom kan het niet structureler aangepakt worden? Professor Franklin Yabini pleit ervoor dat we met z'n allen zo gauw mogelijk een oplossing vinden voor het onderwijs.